Hier is hij dan, Yuri van Gelder. Yuri, daar is hij. Oh, je bent een van de weinige kandidaten die echt helemaal zo lekker zo helemaal die trap oploopt. Ja, mijn adrenaline een beetje kwijt ook, hè? Ik bedoel, het is wel spannend allemaal. Best heftig, hè? Ja, zeker. Want een hele goede leer wat je eigenlijk de vorige keer zei, dat normaal met turnen dan land je gewoon, moet je in één keer zo op je voetjes terechtkomen. En nou, donderstraal je als het ware gewoon diep in dat water. Ja, nee, het is nou vooral ook de hoogte wat het lastig maakt. Ik bedoel, salto's maken, dat is allemaal... Ja, dat kunnen heel veel mensen. Kijk naar Joe, die kijkt naar de dames onder ons. Ach, iedereen doet het zo goed. Maar ja, goed, het is gewoon wel kunst dat je het een beetje onder controle hebt. En gewoon wel een beetje op een normale manier weer terechtkomt, zeg maar. Dus ja, ik probeer het gewoon lekker netjes uit te voeren. En we zien wel hoe we gaan. Maar dit is ook weer iets wat ik nog nooit heb gedaan in ieder geval. Dus... Ja, je ziet er in ieder geval, met turnen heb je nog nooit in zo'n broekje gezien. Want ik zie helemaal dat er een soort, eens kijken even voor de camera. Helemaal een ring op je kontje is gezet van Swarovski. Ja, dat, ziet er van, dat zal met Turner natuurlijk nooit gebeuren. Je mag best een applaus geven voor de mensen die dit allemaal voor ons doen. Dat is Philip en Hanna. En die maken die prachtige kleding allemaal. En ik moet je zeggen, het staat je fantastisch. Nou ja, nee, goed. Het is, ik heb wel geleerd met het schoonspringen dat je een broekje, gewoon een lekker strak broekje aan moet doen. Want minder weerstand is gewoon het beste. Dus ik denk dat ik maar naar beneden ga. Ik denk dat ik jou helemaal zo met rust laat. Concentreer. Heel veel succes. Yuri. Yuri, ja, ik zie het al in je gezicht. Ja, kom erbij staan. Ik vind het heel dapper, maar je maakt wel een klepper. Nou, dat viel op zich best mee, maar ik had gewoon net iets te kort op het einde. Kijk, weet je wat het lastige is van deze? Dat ik zeg maar lengtasrotatie met breedtas probeer te combineren. Dus laat zeggen, salto's met schroeven. En ja, je ziet, ik kwam net eigenlijk een beetje tekort. Als ik, laten we zeggen, op de turnmat zou landen, ja, dan zou ik staan. Ja. Dat is dus ook anders in het water. Het is een zwembad en dat is natuurlijk gewoon iets heel anders. Ja. Het was een hartstikke moeilijke sprong en je hebt het wel mooi gedaan. Ja, zeker. Nee, ik ben er blij mee. In ieder geval, het was niet helemaal goed, maar ja. We gaan kijken wat de jury ervan vindt. Quintus. Yuri, je hebt zoveel... laten zien in 5 meter. Een handstand, een schroef, een salto achterwaarts. En ik kan me voorstellen dat de landing, ja, dan een stukje hoogte tekort komt. En dan kan je het compenseren met je lengte, maar goed. Hey. Maar je hebt weer bewezen dat je ook in een andere discipline je best doet om vooruit te gaan. En ik zou zeggen, als je in de finale komt, wil ik je wel van...
nog wat hogere plank zien spetteren. Dat komt wel, dat komt wel. Ja? Daphne, wat vond jij ervan? Ja, Yuri, we hebben je een beetje onder druk gezet de vorige week. Hè? En daar heb je heel goed op gereageerd. Want dit was geen makkelijke sprong met de salto en de schroef en de handstand. Dus ja, dat was fantastisch. Dat bedoel ik. En het zag er goed uit in de lucht. Ja, alleen ja, je kwam gewoon tekort. Want ja, je hebt kijk, er geen... Weet je wat ook voor... Kijk, het is ook allemaal een momentopname. Dus al die jongens, we trainen en dan gaat het allemaal 10 keer goed, 20 keer goed. Maar het moet op het moment suprem, dan moet het goed gaan. Nou, je hebt het ja, hartstikke goed gedaan. Dat is de wedstrijd, hè? Ah, nee, maar ja, je deed van alles. Ik volgde geen idee wat je allemaal deed, maar je deed heel veel. Dus je hebt het goed gedaan. Nou, dankjewel. De punten, Quintus. Ja, als je op je benen was blijven staan op het water, had ik je een 10 gegeven. Maar helaas, die landing was minder. Een 9. Oh, dat is hartstikke goed. Dankjewel, Quintus. Daphne? Ja, ik geef je een 8. Je hebt een heel moeilijke sprong gedaan, maar toch net niet helemaal. Ja. Een 9 en een 8, daarvoor kan je gewoon naar huis gaan. Ik bedoel, stop. Maar Frans... Ja, de complexiteit van je sprong heeft je gered in dit geval. Want de landing was minder. Ik geef een 8. Nou, dat vind ik helemaal niet zo verkeerd. Toch, Geer? Wat vind jij ervan? Dat is helemaal niet verkeerd, want ik vind het een fantastisch. Heb je pijn gedaan trouwens, Yuri? Ja, nou, niet pijn, maar ik begin ook een beetje te wennen aan die klappen van het water. Dus dat is het goede doorbloeding. Het is gewoon een pansen aan het worden. Yuri, we gaan even kijken waar jij terechtkomt. Komt even kijken. 8.3... Dat houdt in dat je naar een voorlopige derde plaats gaat. Ja. Dat is helemaal nog niet slecht. Nee, ik ben er blij mee. En stel dat ik doorga, dan schep je er bovenop.